Ja, muziek is een bezigheid. Een levensader. De hele dag door wordt besteed aan muziek. De passie voor muziek heb ik vanuit huis meegekregen. Ik denk dat dat bijna iedereen het geval is. Je wordt omringd door muziek. Uiteindelijk pak je het op. En dan later pas blijkt dat je de echte, dat het je belangrijkste bezigheid is. Die je ook koestert en waar je mee bezig wil blijven. En muziek is voor mij, als je improviseert ook, dat is met bandjes omgaan of groepen. In een voetbalteam is dat ook. Als je met sporten met elkaar, dan kan je ook niet zeggen van ja, jij bent spits, dus ik hoef niks te betekenen. Dat geldt ook als je met een bassist speelt, dan speel je met elkaar. Dus moet je automatisch zeg maar aan die organisatie werken. Ik wil zoveel mogelijk doen om de breedte van de muziek, zoals je bijvoorbeeld ook op een Artsy Jazz Festival ziet, aan de man te brengen. Eentje in die richting helpen. En dat kan ook de Sena, kan ook door het spelen, kan door publiciteit, door een radioprogramma. Allemaal ontzettend belangrijk om dat te voeden, zeg maar.